laatste item dat ik uit de box haal. Oké, deze is, en dan moet ik even goed lezen, gelukkig heb ik mijn bril op. Je weet niet wat het is, hè? Je weet wat het is, ik ga je dit vertellen, want ik verhuisde naar Nederland in de late 90er jaren. En ik had altijd een hele goede band met mijn opa. Niet zo vaak, maar wel een hele goede band met mijn opa, Big Jim, mijn vaders vader. Ik zat in Nederland en een beetje aan het rondzwerven, niet echt serieus, altijd. Ja. En ik stuurde hem een fax, geloof ik. Nee, ik stuurde hem een mail, sorry. Of een bericht. Een fax? Nee, hij heeft mij een fax gestuurd. Okay. Hij moet toen ik stuurde hem een mail met, hi opa, hoe gaat het? En hij sprak Engels, dus do you have some advice for me? I'm in Europe and I'm a little bit lost. En waarschijnlijk woonde je toen in de auto met je hond. Waarschijnlijk woonde ik toen in de auto of ik sliep onder die brug in het Vondelpark, want ik had geen huis. Okay. En hij stuurde me een fax terug via een van zijn dochters, Maureen en mijn tante. En ik heb deze fax bewaard. Ik heb het ingelezen. En het is een beetje verweerd in geel, maar het is mijn levensfilosofie geweest. Het is mijn levensfilosofie, nog steeds. En ik ga het voorlezen, het is wel in het Engels. Maar als jullie subtitels willen zetten, ga je gang. Oké. James Healy, waterkat nummer 8. En hij was echt grappig. Hij codeerde alles. Dus ook deze fax heeft hij gecodeerd. Zodat dit kan filen. Als ik waarschijnlijk eens een archief ga, vind ik die fax terug. Thanks for your informative fax. Oh, ik heb hem een fax gestuurd. Of October. You request advice, but neglect to indicate about what? Here are some generalities. Dus hey, ik heb hem gevraagd voor advies. Hij basically zegt, hey, je hebt me niet gevraagd specifiek waarvoor. Dus ik ga je wat generalities geven. Number one, youth. A pity it's wasted on young people. Number two, school. Only bores those who dislike learning. Number three, learning, very useful. Number four, love. God abundantly. Your neighbor as yourself and women very cautiously. 5. Money. Marry it. 6. Work. If you don't marry money, learn to like it. 7. Women. Pick a winner. 8. Marriage. Once is enough. 9. Cancer. Don't get it. Hij is overleden aan kanker. And 10. Death. You can't beat it. En aan het einde zegt hij, if these aphorisms prove efficacious, try the Beatitudes. En de Beatitudes zijn in de Bijbel, zijn het wat richtlijnen over wat je kan helpen in je leven. Maar dit hier is voor mij een van de belangrijkste stukken papier die ik heb. Want mijn opa is er niet meer en hij was een geweldige man. En ik leef hiernaar. So, thanks Big Jim. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.